Hallo allemaal. Op 13 februari aanstaande geef ik weer een Samen Creatief op de Facebookpagina van Hobbyshop Veldmaat. Dat wordt al Samen Creatief nummer 46. En we hebben daar een heel leuk pakketje voor samengesteld. En in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe jullie het cardstock en het designpapier het beste kunnen snijden. Ik zal jullie eerst het pakketje laten zien. Het pakketje is te koop in de webshop. Nou, in het pakketje zit het boodschappenbriefje. Het boodschappenbriefje kunnen jullie ook vinden op de Facebookpagina. Daarin zit een stukje lint. We hebben ook een stukje mica. Daar heb je maar een heel klein stukje van nodig. Maar er zit een aardig groot velletje in. Dus mocht je dat eventueel versnijden, dan ja, heb je genoeg over. Dan hebben we een pakketje met heel mooi designpapier van Piatek. Ik zal het even laten zien. Nou, ik heb hier al even wat briefjes voor mezelf opgeplakt voor de motiefjes die ik uit heb gezocht. Het zijn mooie dubbelzijdige velletjes. Het zijn ook geen hele drukke motiefjes, dus je kunt er van alles mee doen. En je ook nog allerlei decoratie en zo erop plakken als je dat mooi vindt. Er zitten ook wat plaatjes en zo bij die je erop kunt gebruiken. Nou, dan heb ik hier nog wat dubbele velletjes. En nog wat losse plaatjes. Zo. Daarbij zit ook kartstok, mooi donkergroen kartstok. En dat zijn in totaal 4 velletjes. En daar heb je ruim voldoende aan. Nou, ik ga het filmpje voor jullie maken en dan kunnen jullie alles op maat snijden. En dan zou ik het heel leuk vinden als jullie op dinsdag 13 februari om 7 uur meedoen op de Facebookpagina van Hobbyshop Veldmaat. Wil je meedoen met je eigen papier, mag dat natuurlijk ook. Maar dan heb je met dit filmpje ook een idee hoe je het moet snijden. En vind je het papier leuk wat ik gebruik, kijk dan vooral eventjes in de webshop bij Anneke. En dan kun je het nog aanschaffen. Ik pak even mijn snijapparaat erbij. Ik begin met het cardstock te snijden. Het cardstock is doormidden gesneden. Dus daar moeten we nog wel wat van afhalen. Ik begin met cardstock A. En cardstock A is 13 bij 26 centimeter. Nou, dan ga ik hem eerst op de 26 centimeter snijden. Even kijken, zo. Het stukje gaat eraf. En dan draai ik hem een kwartslag en dan snij ik hem op 13 centimeter. Zo. Dat is cardstock A. Dan hebben we nodig cardstock B. En dat is een stukje van 4 bij 5 centimeter. Ga ik even kijken of ik dat... Ja, dat halen we nog uit het restje van wat we net hebben gesneden. Ik leg hem er even zo in, met de smalle kant naar boven. Ik snij hem op 4 centimeter. Ik draai mijn kwartslag. En dan snij ik hem op 5 centimeter. Dat is cardstock B. Dan hebben we nog een stukje nodig van 6 bij 5 centimeter. Daar pak ik even een nieuw stukje voor. Dat wordt cardstock C. Die snij ik op 5 centimeter. Dan draai ik hem een kwartslag. En dan snij ik hem op 6 centimeter. Dus dat is cardstock C. Dan hebben we cardstock D nodig. Dat is een stukje van 7,5 bij 10,5. Die leg ik weer met de lange kant in de snijmachine. Ik leg hem op 7,5.
Dan draai ik hem een kwartslag en dan leg ik hem op 10,5. Dus dat is cardstock D. Dan heb je nodig cardstock E. Die is 13,5 bij 9 centimeter. Maar ik ga die nog nu niet snijden, want ik wil die met een mal gaan uitsnijden. 13,5 bij 9 centimeter is de maximale maat. En dan is het 13,5 centimeter hoog en 9 centimeter breed. De vorm die je daarvoor gebruikt, maakt niet uit. Dat mag een vierkant zijn, een cirkel, een ovaal. Ja, wat je zelf mooi vindt. Maar 13,5 bij 9 centimeter is de maximale maat. Dus je mag hem wel kleiner snijden, maar zeker niet groter. Nou, dan heb je nog best wel wat kartstok over. Nee, ik heb maar anderhalf vel nu gebruikt. Dus je hebt nog 2,5 vel in je pakketje zitten wat over is. En nog wat kleine stukjes. Die kun je eventueel gebruiken voor als je missnijdt of voor verdere aankleding. Nou, dan ga ik het designpapier snijden. En daarvoor gebruik ik 4 verschillende velletjes. En ik begin met designpapier A. En die wordt 12,5 bij 4,5. Nou, ik leg hem op de 4,5 centimeter in mijn snijmachine. Ik snij hem op 4,5. Dit stukje hebben we niet meer nodig. Dan draai je hem een kwartslag. En dan snij ik hem op 12,5. Dan ga ik hem heel eventjes opmeten. Omdat het niet heel goed te zien is op mijn snijmachine. Dus dan ga ik heel even op 12,5 een streepje zetten. Zo. Dan kan ik het net iets beter zien. Zo. Dus dit is designpapier A. Dan heb je nodig designpapier B. En dat wordt een stukje van 12,5 bij 15,2 centimeter. Zorg er hierbij voor dat je iets gebruikt wat of geen richting heeft, ja, of wat je zo kunt draaien dat het de goede kant op ligt. Dus ik gebruik deze vlindertjes en allerlei kevertjes zitten erop. Die kan ik op allerlei manieren draaien. Het cardstock wordt 12,5 centimeter hoog en 15,2 centimeter breed. Zo'n velletje is al 15,2, dus je hoeft hem alleen maar op 12,5 centimeter te snijden. Dit strookje, dat blijft over. Dus dit is designpapier B. Dan hebben we een stukje nodig. Dat is designpapier C. Van 7 bij 10 centimeter. Kies hiervoor een motiefje wat geen richting heeft. Dat is heel belangrijk. In de live video, als ik de samencreatief geef, laat ik zien waarom dat is. Maar kies echt iets uit wat geen richting heeft. Deze blaadjes die ik heb, die hebben geen richting. En zou ik dit kiezen, dan komt een gedeelte daarvan verkeerd te zitten. Dus ik leg hem met de 7 centimeter, tegen de 7 centimeter aan in mijn snijmachine. Dit stukje hebben we niet nodig. Dan draai je hem een kwartslag. En dan snij je hem op 10 centimeter. Dus dat is designpapier C. Dan hebben we nog designpapier D nodig. Die is 13 bij 8,5 centimeter. Hiervoor geldt hetzelfde als voor cardstock E. Dit zijn maximale maten. En je mag daar ook elke vorm voor gebruiken die je wil. Het enige waar je op moet letten is dat het dezelfde vorm heeft als cardstock E. En je ziet ook dat het
een halve centimeter kleiner is dan cardstock E, en dat is 13,5 bij 9. Designpapier D is 13 bij 8,5. Dus dit hoort bij elkaar. Welke vorm je gebruikt, mag je zelf kiezen. Dit zijn maximale maten. Dan hebben we het stukje mica nog nodig. Nou, we hebben daar, het is lastig te zien op beeld, maar een best flink velletje. En daarvoor hebben we een stukje nodig van 4 bij 12 centimeter. Dus ik leg hem op de 4 centimeter. Het is best stevig sheet, dus je moet er eventjes doorheen duwen. Dan draai je hem een kwartslag en dan snij je hem op 12 centimeter. Even kijken of hij zo goed ligt. Ja. Zo, nou, dat stukje kan weg. Ja, dat zijn alle maten die we nodig hebben. Dus we hebben cardstock A, cardstock B, cardstock C, cardstock D. Dan hebben we designpapier A, designpapier B, designpapier C en een stukje mica en cardstock E en designpapier D. Mogen jullie zelf een vorm voor uitkiezen, maar let erop dat dit maximale maten zijn. Ja, ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen en ik hoop ook dat jullie gezellig mee gaan doen en mee gaan kijken tijdens mijn Samen Creatief op dinsdag 13 februari om 7 uur op de Facebookpagina van Hobbyshop Veldmaat. Wil je meedoen met hetzelfde pakketje als wat ik ga gebruiken? Kijk vooral even in de webshop en bestel het pakketje en dan kunnen jullie gezellig met mij meedoen. Bedankt voor het kijken en tot 13 februari. Doeg!